Ik ben Finn en ik ben een van de 21 jongere ambassadeurs van de Warmste Week. En ik ben Kobe en ik ben ook een van de 21 jongere ambassadeurs van de week. En vandaag gaan wij het donkere gedachtenspel spelen. Hoe hebben je moeilijke momenten je meegevormd tot wie je nu bent? Ja, ik denk dat sowieso de moeilijke momenten, dat zijn ook soms muren waar je tegenaan loopt. Of waar je je kop aan stoot, om het zo te zeggen eigenlijk. En dat is op dat moment echt even zwaar en even moeilijk en niet tof in die zaken. Maar achteraf gezien kun je daar denk ik wel heel veel leren altijd. Dan kun je altijd dat wel meenemen naar volgende ervaringen. Ik vind, ja, zonder downs zijn er geen ups, want anders is je leven gewoon zo, zeg maar. Dus ik vind dat wel belangrijk om het te hebben, dat je ook weet van, oh, nu is het even minder, maar het gaat ook alweer beter worden. Voel je je soms onzeker? En waarover dan? Ik voel me zeker soms onzeker, vooral op het vlak van mijn lichaam, denk ik, op dit moment. Omdat ik trans ben, is dat niet... ik ben daar al mee bezig van, oh, dat ziet er niet uit zoals ik wil. En oh, gaan andere mensen dat ook zien, dat het er niet uitziet zoals ik wil? En dat klopt dan niet met mijn mindset. Mijn onzekerheden zijn vooral waar ik soms denk dat andere mensen denken. Allee, dat ik zo er snel van uitga van, ah ja, die zijn aan het lachen, of die zijn dit of dat. En dat gaat over mij, of dat ik heel hard dingen op mezelf betrek, terwijl dat totaal niet nodig is en waarschijnlijk ook niet eens klopt. Ik zone vaak zo oud. Dus snap je? Zodat je opeens compleet in een andere wereld in je hoofd zit en je naar één punt staart. Ja. Maar soms staar ik naar een persoon of naar een gsm, zonder dat ik dat met meelezen ben, maar dan zie je de mensen even zo kijken of ze gsm weghalen en dan denk je, oh shit, die denken dat ik dit doe, dus nu gaan die denken dat ik aan het meelezen was of ik weet niet wat. En dan blijft het in mijn hoofd draaien en spelen. Dus. Welk deel van jezelf heb je nog niet helemaal aanvaard? Het meeste heb ik eigenlijk wel aanvaard aan mezelf. Het feit van mijn seksualiteit en van mijn gehoor en die dingen heb ik allemaal wel geaccepteerd. Maar wat nog niet is, eigenlijk de laatste tijd zit ik heel veel met het feit dat ik super chaotisch ben en dat ik alles door elkaar haal, dat ik dingen vergeet, dat ik dingen niet doe. Op zich, dat ik chaotisch ben, ja, ça va, dat is gewoon zo. Maar het feit dat ik zo die dingen vergeet, of dat ik bepaalde dingen niet afwerk, of dat ik me niet op één ding kan focussen en dan gewoon afwerken voor ik aan het volgende begin, is iets waar ik nu echt wel een beetje moeilijk mee heb. En ik kan eraan werken, maar dat gaat nooit helemaal weggaan, want dat is gewoon hoe dat mijn hoofd werkt. En dan moet ik wel nog steeds wat aanvaarden. Ik denk dat ik over het algemeen ook mezelf wel heb aanvaard als transpersoon en zo. Ja, er zijn wel dingen aan mezelf die ik minder leuk vind. Allee, sommige eigenschappen. Dat ik gewoon best wel jaloers en zo. En, ja, maar het is niet dat ik dat niet aanvaard heb. Wat past het best bij jou? Ik ben een positieve of ik ben een negatieve? En hoe merk je dat? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik wel een positieve ben, maar dat niet echt zo overkomt, want ik ben echt een keiharde drama queen. Dus als er iets gebeurt, ga ik wel zo daar heel veel drama rond maken en waarschijnlijk alle negatieve dingen daar rond zeggen. Maar ik weet in mezelf ook wel dat er aan elk negatief ding ook iets positiefs is. Dus ja. Ik ben elk eerder iets tussen de twee, zou ik zeggen. Ja, ik herken me eigenlijk wel een beetje in uw antwoord. Ik zou wel zeggen dat ik meer een positieve ben. Misschien soms eerder achteraf. Dat ik op het moment zelf kan ik echt zo goed zagen en zo echt zo goed zuchten en mijn ogen draaien en die dingen, zoals een pikke drama queen zijn. Ik sta wel vrij positief ingesteld in het leven eigenlijk. En ik probeer niet altijd dingen aan mijn hart uit te komen, of toch niet te vaak. En dat lukt mij meestal ook wel. Dank u wel voor dit gesprek en dank u wel om naar deze video te kijken. Wil je nu zelf dit spel ook graag spelen? Ga dan naar www.watwat.be/donkeregedachten.